In Pinpoint richten wij ons op het analyseren van aantekeningen die middelbare scholieren maken in digitale lesboeken. Leerlingen kunnen daar ook aantekeningen maken door middel van een soort geeltjes, digitale geeltjes, een prikker die ze plaatsen. En die prikkers die kunnen ze delen met medeleerlingen die ze dan kunnen overnemen, kunnen aanpassen. Ze kunnen ze liken. Dus het lesmateriaal wordt eigenlijk interactief gebruikt en ook sociaal gebruikt. En die database met al die prikkers, die zijn wij gaan analyseren om inzicht te krijgen in hoe leerlingen nou eigenlijk omgaan met dat digitale lesmateriaal. Nou, een van de mogelijkheden van Pinpoint is het zoeken op termen. Dat kunnen inhoudelijke termen zijn, zoals vulkaan bijvoorbeeld. Of het kunnen ook algemene termen zijn, zoals snappen. Wat een docent nu zou kunnen doen, is hij kan klikken op snappen. En dan krijg je een overzicht van alle woorden die daaronder onder vallen. Snappen niet komt bijvoorbeeld 4 keer in de database voor. En er zijn veel andere contexten waarin het woord snappen voorkomt. Als je dus een cluster van snappen op een aantal pagina's vindt, kan dat een indicatie zijn dat bijvoorbeeld het onderwerp onduidelijk is of dat er een stukje tekst is wat heel moeilijk is. Ja, sommige leerlingen gebruiken het woord snappen ook om aan te geven van dit moet je snappen voor de toets. Dus het is voor een docent kan dat een aanleiding zijn om daar nog eens wat extra uitleg te geven als hij iets dergelijks vindt. Ook voor een methodeontwikkelaar kan het interessant zijn. Als bijvoorbeeld snappen heel vaak voorkomt bij een bepaalde grafiek, kan het dus zijn dat hij gewoon onduidelijk is voor de leerlingen, misschien te moeilijk.